De Stevenskerk in Nijmegen bestaat 750 jaar en daarom zijn er verschillende activiteiten gepland. Zo werd er de afgelopen 9 dagen een wandeling afgelegd van Keulen naar de Stevenskerk in Nijmegen. Dinsdag liepen de 7 deelnemers de laatste etappe en daarmee werd de zogenaamde Albertuswandeling voltooid. De Albertuswandeling is eigenlijk een reconstructie van de tocht die Albertus de Grote 750 jaar geleden maakte, toen hij van Keulen naar Nijmegen kwam om deze kerk in te wijden. Hij kwam toen waarschijnlijk te voet en wij dachten, dan gaan wij ook te voet lopen van zijn graf in Keulen naar de kerk in Nijmegen om het feit van die wijding te herdenken. Gaanderweg passeerden de wandelaars mooie gebieden, maar het hoogtepunt kwam voor velen al vroeg voorbij. Nou, het begin, dat klinkt misschien heel raar, maar dat is dat je bij het graf staat van Albert de Grote. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. En wat heel raar, ik kende niemand van de groep. Ik had Twan hier 5 minuten gesproken. En verder waren het voor mij allemaal onbekende mensen. Dus dan is het wel spannend als je zo'n tocht begint. En dan zie je nu aan het eind dat we eigenlijk gewoon een groep zijn geworden. En dat is ook wel een heel mooi proces onderweg. De wandeltocht was heel erg mooi. Ik kende sommige stukken al, maar het is echt verbazingwekkend hoeveel mooie passages er zijn tussen Keulen en Nijmegen. En verder trof het mij heel erg van, je begint met 7 onbekenden. En eigenlijk binnen 1 dag is dat een hecht groep van mensen die proberen elkaar er doorheen te slepen. Het leuk met elkaar proberen te maken, elkaar te leren kennen ook, wat heel erg fijn is. En na 9 dagen denk ik dat we allemaal terugkijken op een geweldig mooie ervaring. Ondanks dat de wandeltocht voor nu eenmalig was, zou Jans het niet erg vinden als dit vaker wordt georganiseerd. Nou ja, ik vond het in ieder geval zo'n mooie ervaring dat ik het best nog wel eens een keer zou willen lopen. Of daar animo voor is, kan ik natuurlijk niet uitmaken. Ik kan me voorstellen dat we het volgend jaar misschien nog een keer doen. Misschien wel de andere richting uit. Wie zal het zeggen? Ik zie wel of er belangstelling voor bestaat. Woensdag wordt het feestjaar van 750 jaar Stevenskerk officieel afgetrapt. De wijdingsdatum van de kerk wordt dan gevierd en dit is via een livestream te volgen. Ook is er in de kerk een expositie te zien.